Gecondoleerd met jullie verlies. Kevin en Ashley's geliefde grootmoeder is naar een betere plek gegaan. Zoals je weet, je grootmoeder was erg rijk. En ze liet je al haar spaargeld na. Wat? Meen je dat nou? Dat geld is nu van jou. We kunnen de armoede nu wel vergeten. Dank je, oma. Kevin en Ashley kunnen niet overweg met hun klasgenoten. Ik word zo ziek van die pestkoppen. We zijn altijd zo. Maar we kunnen het oplossen. Trouwens, we zijn nu miljonairs. Dus dit is hoe het is? Weet je wat, jongens? Jullie zijn zo cool. Willen jullie samen selfies nemen? Hashtag beste vrienden. Ik wil een makeover. Voor jou? Absoluut niet. Wat dacht je van een paar knapperige biljetten? Welkom in mijn salon. Nu we het erover hebben. Ik ga je er prachtig uit laten zien. Dit gaat geweldig worden. Oh, wow. Ik zou zo op de rode loper kunnen. En het is tijd voor Kevin om een nieuwe look te krijgen. Hij heeft nieuwe kleren nodig. Oh, is dat vintage? De modeguru is het niet eens met deze keuze. Je neemt me in de maling. Nee, zo kan ik niet leven. Probeer het zelfs niet. Wow, goud en bont. Echte luxe. Nu kan iedereen zien hoe rijk we zijn. Oh, ik hou van mijn job. Wat is er beter dan Nutella? Kevin is hier. Hey, wil je delen? Oeps, Ashley heeft alles opgegeten. Ik kon niet stoppen. Het kan iedereen overkomen. Wow, heb je een gigantische pot Nutella besteld? Kevin kocht het voor zichzelf. En je gaat het niet delen met je favoriete zus? Absoluut niet. Kijk eens naar al die chocolade. Ruikt heerlijk. Dat is het. Ik wil ook wat. Wat dacht je van een chocoladeshake? Hey, dat durf je niet. Oh, dat zou ik wel. Dat is geweldig. Oké, dan drink ik het allemaal op. Oh nee, ik denk dat dat een slecht idee was. Ik denk dat ik ga knallen. Als je plotseling rijk wordt, wil je alles in één keer kopen. Ik weet niet eens wat ik moet kiezen. Het lijkt erop dat Ashley zich een beetje te veel heeft laten meeslepen met haar inkopen. Laten we eens kijken wat je nog meer nodig hebt. Wow, ik wil die Barbie. Moeten we die kopen? Nu wil Ashley het niet loslaten. En het speelgoed op de vloer? Daar moet je voor betalen. Hey meneer, kan je me horen? Hier, pak aan. Hou het wisselgeld maar. Maar goed dat het mijn dienst is. Is ze niet schattig? Laten we naar ons nieuwe huis gaan. Oh, het lijkt erop dat iemand verliefd is. We moeten absoluut alle nieuwe films zien. Wat dacht je van wat popcorn? Hallo. Zullen we onze gebruikelijke kleine nemen? Oh nee. Wat denk je van een medium? Of zelfs een king size? Het is allemaal te klein. We nemen deze. De hele machine? No. Er is geen sprake van. Wat? Dat is een idee. Dan hebben we genoeg popcorn voor de hele film. Geen denken aan. Oh, oké. We hebben een filmavond. Ashley en Kevin zijn zo comfortabel, maar niemand anders. Hey, je verstoort mijn uitzicht. Wees stil alsjeblieft, ik kan niets horen. Een berg popcorn voor ons allemaal. En de arme jongen achterin zal nooit te weten komen hoe deze film eindigde. Oh nee, we zijn te laat voor school. Kevin, wakker worden. Oh, wat is er aan de hand? De bel gaat over een paar minuten. Geen paniek, Ashley. Ik heb een geweldig plan. De grote broer zal alles oplossen. Ik zal een taxi bellen. Maar er zijn geen auto's beschikbaar in de stad. Dat is vreselijk. Ik ga mijn wiskundetest missen. Hou op. Wat is hij van plan? We moeten nu gaan. Wow, dat is een echte helikopter. Daar is een ladder. Met een privéhelikopter naar de les? Waarom niet?
Dank je, oma. Er is een stormloop in de schoolcafetaria. Het zijn Ashley en Kevin. Oeps. Kom alsjeblieft naar boven. We kunnen jullie gewoon doorlaten. De broer en zus zijn echte schoolberoemdheden geworden. Schiet op en haal je eten en laten we dan gaan. Excuseer me, meneer de directeur. Mijn kantoor, jullie allebei. Heb je gehoord wat de directeur zei? Kom op, laten we gaan. Het is niet goed. Wil je onze ouders naar school roepen? Alsjeblieft, help jezelf aan deze nederige lunch. Pizza en hamburgers? Iemand knijp me. Eet smakelijk. Hoe onverwacht en aardig. De directeur bracht ons zelfs frisdrank. Wat denk je ervan om naar de Coca-Cola CEO te gaan? Weet je zeker dat je deze deal wilt nemen? Oh ja, we kopen alle aandelen. Jullie zijn nu de nieuwe mede-eigenaren van de Coca-Cola Corporatie. Wow, dat is het geheime recept. Wat als we ons eigen recept maken? Hé, dat is een geweldig idee. Ashley en Kevin zijn hard aan het werk om een nieuwe smaak te maken. Het gaat geweldig worden, ik zeg het je. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Tijd om te proeven. Kom op, niet verlegen zijn. Geef mij dat, ik wil het ook proberen. Er is een nieuwe Kevin Cola en Ashley Cola in de winkels. Kijk eens naar dat design. En de smaak is ongelooflijk. 10 uit 10. Wow, kijk, daar zijn ze. Yeah, we hebben dit product uitgevonden. Ik heb ook geholpen. Koop de Kevin Cola en je zal er geen spijt van krijgen. Dank je, oma, voor 1 miljoen dollar. Techwinkels zijn zo cool en Kevin wil trendy zijn. Ik heb het meest high-tech gadget nodig dat je hebt. Laat eens zien wat we hebben. Een iPhone 14. Dat is niet indrukwekkend. Die zal zeker de PlayStation 6 niet kunnen weerstaan. Oh nee, ik heb iets speciaals nodig. Wat een lastige klant. Met deze superbril kun je zien of iemand een zielsverwant heeft. Ik moet even kijken. Het lijkt erop dat het hart van deze verkoopster beschikbaar is. Nu, dat is geweldig. Het is uniek. Het is tijd om de superbril uit te testen. Oh, wat zie ik? Dus, Amelia is vrijgezel. Dat is een geluk. En Mief? Wow, wat een handig ding om te hebben. Hé, wat ben je aan het doen? Nee man, je hebt het helemaal verkeerd. Maar Brandon is alleen verliefd op zichzelf. Geen supergadgets meer. Wat een saaie klas. Hé, wat als we onze hele school kochten? Deal, hier zijn je sleutels. Voilà, een gewoon school verandert in een feesthuis. En nu is het feest. Geen lessen meer. Alleen muziek en dansen tot de ochtend. Kevin en Ashley hebben besloten om te proberen kunst te maken. We willen iets kopen dat echt de moeite waard is. Dan moet je dit zien. Wow, Billie Eilish tandenborstel. Dit is waar we naar op zoek waren. We betalen alles. Wat? Zoveel geld voor een tandenborstel? Ik laat het niet gebeuren. Wacht even, kleinkinderen. Is dat oma? En ze ziet er boos uit. Heb je al mijn geld uitgegeven aan een snuisterij? Wat vreselijk! Ik kan niet geloven wat ik net zag. De rest van de erfenis gaat naar kleine Bobo. Oma heeft al haar geld aan haar geliefde huisdier nagelaten. Eerlijk, dat is nog beter. Wil je weten hoe Kevin zijn afspraakjes met zijn vriendinnen doorbrengt? Ga naar de Rich and Poor Dating video en ontdek hoe Kevin een date regelt zonder geld. Geef deze video een duimpje omhoog, abonneer je op ons kanaal en klik op het belletje, zodat je geen nieuwe grappige sketches mist op TroomTroom Select.